Laat ik kleren, jochies. Kijk, weet je hoe je dat doet? Doe je gewoon zo. Het zijn inderdaad geen loopings, ik weet het, het zijn hardline rolls. Maar het doet me een beetje denken aan de Rockets. Je weet wel, die van Goetske, die over de kermis heen gereisd heeft. Wat een ente, en ik weet het, op de kermis 80 meter van je auto pletten. Maar dit is gewoon bijna twee keer zo hoog, hè. Lieve vrienden, welkom weer bij een nieuwe video hier op Extreme Rides. We waren in München geweest bij het Oktoberfeest. En wat ligt vlakbij München? Inderdaad, Skyline Park. Traditie om even na München hier naartoe te gaan. Zo ook dit jaar weer. En ze hebben weer een nieuwe attractie. Ze bouwen hier zoveel nieuwe attracties. En ook leuke nieuwe attracties die je nergens anders ziet. En die wilde ik graag uitproberen. Dus ik zou zeggen mensen, welkom weer. Hier is Skyline Park. Het is gelukkig veel beter weer dan vorig jaar, hè Tommy? Ja. Want Tommy was er vorig jaar ook bij. Vorig jaar was slecht, jongen. Kijk, die is er ook zweefmolen gedaan. Nee. Oh, ik denk dat ik daar ging gaan zitten, ben ik helemaal ziek jullie. Nou, ik ga hem vandaag weer doen, maar vorig jaar zat ik er niet zo heel prettig in. Toen wijnde het regende, dan had ik wel zoiets van, ja. Maar gelukkig kon ik toen de overheid voor jou schieten. Ja. Ja, want er ging niemand voor de rest in. Maar ik denk dat hij nu wel leuker is. Ja. Het is ook het bloederig pretpark. De mensen die Coolive ook volgen, ik geloof 2 miljoen views inmiddels, waar Jason kaart een hek tegen zijn neus kreeg bij de schommelboot. Ja. En bloeden van zijn neus, dat bleef bloeden, was ook in dit park. Dus ik kom hier best wel vaak, moet ik zeggen. Ik geloof de vijfde keer dat ik dit park bezoek. Maar zoals gezegd, als we naar München gaan, naar het Oktoberfeest, rijden we hier eigenlijk altijd langs. Het is maar een half uurtje tot drie kwartier rijden naar dit park. En ze hebben dus altijd iets nieuws. En ook dit jaar hebben ze dus een nieuwe carousel met vliegtuigjes waarbij je over de kop heen kunt. Wordt lachen, gaan we zo meteen naartoe. We gaan eerst even verder in het park kijken wat ze nog meer hebben. We gaan eerst even kijken naar de Hege Comet, deze schommeltjes. Want Tommy naast me die geloofde dat ze 120 graden gingen, maar ook deze is helaas teruggeschroefd. Tufregels. Ja. Zonde, maar ze gingen dus echt 120 graden. Die kinderen wat leuk joh, 120 ga ik wel echt helemaal los van de stoel. Ja, ik ben wel benieuwd naar die beelden. Want We hebben er van de week eentje gedaan en die ging tot de 90 denk ik wel. Ja. Die ging echt, Toen kwamen we echt los in de stoel, dus ik ben wel benieuwd of ze echt vroeger nog hoger gingen. Ja, dat ging echt veel hoger. Ja? Die mensen die altijd zeuren tegen mij, jij met je veiligheidsregels dit en waarom zeur erover, het is toch veiliger. Zonde, er is nooit wat gebeurd. Ja. En je haalt de hele effect van de machine haalt weg. Je schommelt dan een beetje lullig heen en weer, terwijl je echt gewoon een sensatie had met deze attractie. Het is toch ook, je hebt handen die niet. Ja, dat dus ook. Je kunt als knop vast. Ja, maar je kunt zelf beslissen waar hij gaat. Ja, en vind je het te eng worden? Ook daar een knop aan de buitenkant, ook aan de binnenkant. Dus qua veiligheid, ik snap niet dat ze teruggeschroefd zijn. Aan de andere kant moet ik die mensen ook wel weer gelijk geven. Want heel veel attracties worden ook verwijderd. Zoals hier de Nautic Jets, die zijn er ook niet meer. Ik weet natuurlijk niet exact de reden, maar je ziet het. Hier was de springbazin van de Nautic Jets. Maar beide zijn ze verwijderd. Kijk, en het is ook wel een beetje Skyline Park. Attracties komen en attracties gaan. Het is bijvoorbeeld geen Fantasialand of Europa Park, wat heel mooi netjes afgewerkt is, helemaal gedecoreerd. Ja, dit is echt van een kermiseigenaar. En ik weet niet elk pretpark van het houdt ervan, maar ik vind het gewoon leuk, dit soort park. Want je komt hier toch altijd unieke dingen tegen. Zoals deze crinoline. Waar zie je die nog? Ja, op München Oktoberfest van de Nederlander. Hij ziet je nog wel. Maar dan in de speeltuin. Want hier is hij op gebaseerd, op dit speeltoestel, de crinoline. Ik zie dat ze ook een nieuwe achtbaan hebben en die gaan we even doen, want we hebben toch tijd zat. Ja, een soortgelijke baan kennen we van de kermis natuurlijk, Tommy, van Buckler. Dat is een Twin Helix van SBF, maar dit is een extensive version, iets groter, met twee airtime heuveltjes. Hier naar dit park toe, op deze achtbaan gaan doen voor een koken bingo. Sky
zijspring is gebouwd in 2013 door Mara en Sonne. Baanlengte is 424 meter lang, hoogte 15,5 meter en de maximale snelheid is 60 km per uur. Ja, ik blijf altijd een leuke baan vinden en we gaan meteen in de spin. Dat is het bijzonder aan deze. Hop, achteruit naar beneden, vooruit naar boven en spin erin. We kennen het natuurlijk al 100 keer gedeeld van de spinning race van de kermis. En die had de eerste, die had er maar vast aan hier achteruit. En hier, hij is een beetje hobbelig. Hij spint goed, ja. Ja, wat nou de sky spin. Ja, ik ben zo gepist op de kermis hier in Duitsland. Ik ben hier eens weer niet meer in. Ik ben zo bang. Dit is wel een beetje jammer, want eerder stond hier een Wildcat, een achtbaan, maar die hebben ze dus verwijderd. Echt een nostalgische achtbaan is dat. Je hebt ze nog wel op de kermis hier in Duitsland. Voorlop hebben ze twee zelfs. Maar helaas is het dus verwijderd, maar ze hebben daarvoor wel iets leuks teruggezet. En dat is deze attractie met deze vliegtuigjes. En ik zal je even laten zien wat je hiermee kan, want het is niet zomaar een vliegtuigmolen. Het bijzondere aan deze attractie is dat je hem dus zelf kunt besturen. Hij is gebouwd door SBR, de nieuwste versie is dit. Daar zit dus een joystickje op. Met die joystick kan je het vliegtuigje omhoog en omlaag bewegen. Ja, dat is leuk. Kijk zo, nu gaan we naar boven. Door de hendel naar achter te drukken. En door de hendel naar voren te drukken ga je weer naar beneden. Het is een soort babyvlug. Maar je kan er dus ook mee over de kop. Ik ga proberen onze kop te blijven vliegen, even kijken of het lukt. Ik laat mijn handjes los. Ja, nee, vliegen ze zei het, draait er heel langzaam door. Dus je kunt niet op zijn kop blijven vliegen, dat is wel jammer. Maar dat is natuurlijk ook wel een beveiliging erop, denk ik. Hop. Alright, dat was hem. Dit soort attracties denk ik dat het nog wel gaat lopen op de kermis. Maak deze transportabel, zet hem op een kermis neer, interactief. Ik denk dat het heel goed zou lopen. Gratis tip voor Koet. Ik weet niet wat het kost. Ik weet niet of het er toevallig ook een reizenmodel van is. Maar er moet wel reizen te maken zijn. Die wielen die eronder staan, die staan een beetje raar, maar die zijn echt nodig. Want we landen echt op de wielen op de grond, zodat het vliegtuigje recht staat. Lachen speel, mensen. Ja, mensen, we gaan even schommelen en onze Tommy heeft er heel veel plezier aan. Ja, oh, ja, echt. Zo lijkt een kotsrustig leuk. Want deze schommelt niet alleen heen en weer. Hij gaat ook nog eens een keertje over de kop. Helaas, we gaan weer landen.
schommelen. Ja, ik vind echt een lekker schommeltje deze. Jammer dat dit soort attracties niet meer gebouwd worden in pretparken. Wel vaak de normale schommels, maar niet de schommels die nog een keertje over de koppen gaan. Ik weet niet waarom. Maar hier in Skyline Park bouwen ze sowieso wat extremere attracties dan een gemiddeld pretpark. De bungee, je hebt de booster, je hebt deze. Die zijn toch allemaal wat extremer dan ja, de normale ja, gangbare pretpark attracties die je vaker ziet. Elders in attractieparken. Maar daarom hou ik ook zo van Skyline Park. We gaan weer een keertje vliegen. En weer alleen wat net als vorig jaar durft onze Tommy weer niet. Ja, je moet er iemand met het overheid voor jullie maken. Ja. Dat doe ik allemaal voor jullie. Daar gaan we weer, de hoogste Starflyer ter wereld. Tenminste, er is eentje nog gebouwd hierna in Dubai. En die schijnt net iets hoger te zijn dan deze. Maar het blijft nog steeds een end hoor. En dit doe ik niet voor mij, ik doe dit voor jullie. Tommy doet dit niet voor jullie. Die houdt niet zoveel voor jullie zoals ik dat wel doe voor jullie. En ik weet het, op de kermis 80 meter van je auto pletten, maar dit is gewoon bijna twee keer zo hoog, hè? We zijn halverwege teruggezakt, we gaan weer naar boven, we gaan weer naar de top, we gaan weer vliegen hier in Skyline Park. Het is jammer dat Esther er niet bij is, want die had praatjes in Wenen bij dat torentje. Ach, ach koetje, je zit zo. Maar ik ben benieuwd hoe zij hierin gezeten had, hoor. Want het is echt hoog deze. Dat scheelt echt wel. Maar wel een mooie toren. Ene hoogste of hoogste ter wereld maakt niet uit. Dat ding is gewoon echt hoog. En dat zeggen we nu oprecht. We zijn weer veilig geland. En dan een klassieker die we hier ieder jaar doen. De Wildwasserdraai. Zoals bekend of wellicht misschien niet jarenlang over de kermissen heen gereisd tot 2016. En toen is hij verdwenen hier in het park. Sinds 2000 heeft de familie Lowenthal dit park al in bezit. Dus ze hebben er nog 16 jaar volgehouden op de kermis. Ik moet zeggen, deze wildwaterbaan is wel gebouwd in 1992. Dus in 2016 is ze gestopt. Tommy kan heel goed rekenen. Hoeveel jaar heb je dan gereisd? 24 jaar. 24 jaar met deze baan. Speciaal ontworpen voor de plek voor Düsseldorf. Vandaar dat je dus zeg maar twee vallen boven elkaar gebouwd hebt. Omdat dat niet naast elkaar kon en ook niet breder gebouwd kon worden. En daar hebben ze heel veel geld verdiend. En waarschijnlijk een deel van dit park van betaald. In ieder geval, ze hebben besloten om dit ding in hun eigen park te zetten. Klassieker, Wildwasser Draai. Zampla Booster doen we ook even. Bijna capaciteit zo'n attractie. We hier in Skyline Park altijd doen omdat het nog zo heel erg druk is. We gaan het ook nog deze. Daar gaan we. Maximaal. Shake it. Wat een ding mensen, vroeger nog eens gehad op de kermis onder Tilburg van Schaefer. Maar sinds ja, korte tijd alleen nog maar KNG'tjes en van die Fabri-boostertjes. Wat een ding dit, hey, mensen, lachen. Bijzonder, apres-ski's party die staat er weer. De laatste keer toen ik hem zag stond in Aken, toen waren we hier al geweest vorig jaar. Dus hij is heel even de reis op geweest en hij is weer terug in het park geplaatst. Dus hij doet wat kermissen en dan gaat hij weer terug hier het park in. Ruben wil er niet in, waarom niet? Die regendouche hier, die gaat niet uit. Maar ben ik toch ook een zwakkeling, hè, dat ik dit allemaal voor jullie doe. Maar daar gaan we naar boven, in de wat, heel wet. Nou ja, was gezegd, die glijbaan is dus verder helemaal niet zo nat. En zie juist die tuinslang aan het einde, wat meer is het ook gewoon niet. Maar de operator kon het helaas niet uitzetten. Ja, teruglopen was ook te lui voor. Daar gaan we. Die was leuk geweest. Ik heb er al een paar keer gedaan. Ja, maar die hoor je toch niet zo nat. Daar komt ie. Ja. Ah! Nou, de kleren, jochies. Kijk, weet je hoe je dat doet? Doe je gewoon zo. Hey!
Ja, ik heb helemaal geen knolspel voor nodig. Wat een kleren kinderen zijn dat toch, hè? Kom even nog een rondje aan. Ja, laat nog een rondje. Ja. Laten we gewoon blijven zitten. Paul Woutenwet heeft ook op de kermis gereisd. Alleen helaas, ze zijn er eens mee gestopt. Sowieso compleet met reizen. Ze hebben dit park in 2000 gekocht, of 1999 geloof ik. Hebben ze nog 16 jaar volgehouden. En daarna zijn ze helemaal compleet gestopt met reizen. Althans, ze hadden natuurlijk de wildwaterbanen. Ja, dat was er drie en deze. Ik zou niet weten wat Lowenthal anders nog erbij zou moeten hebben. Correct me if I'm wrong. Maar volgens mij zijn ze gewoon volledig gestopt met reizen. En zijn ze helemaal gaan focussen op dit parkje. Good life! Achtbaantje. Skywheel is gebouwd in 2014 door Mara en Sonne. Hij is 150 meter lang, 46 meter hoog en 105 kilometer per uur gaat hij. Omdat we er toch zijn, mensen! Skywheel! Haha! Iberkop! Daar gaan we! Let's roll! Oh, wat is dat hier nu? Het is ook een van de weinige gebouwd deze, hè? Ook een heel bijzonder baantje. Dan gaan we weer naar beneden, dat was hem, de Skywheel. Leuk om weer even meegepakt te hebben. En voor dit spookhuis kwamen we afgelopen jaar naar Skyline Park. Dit spookhuis is jarenlang over de kermis heen gereisd en is beland hier in Skyline Park. Vorig jaar hebben ze hem al flink aangepakt, hebben ze van binnen nieuwe poppen geplaatst en een soort verhaallijn erin gemaakt. Maar dit jaar hebben ze het dak vervangen, er zit geen zeil meer op. En vooraan hebben ze een soort platen gezet voor die togen, zeg maar. Waar je eerder naar binnen kan kijken in het spookhuis, hebben ze die dichtgemaakt. Waarschijnlijk om het binnen wat beter weersbestendigheid te maken. Dat er niet zoveel regen binnenkomt en dat soort dingen. Dan gaat het allemaal wat langer mee. Maar je ziet wel aan de buitenkant dat het heel veel achterstallig onderhoud heeft. Zo'n attractie als dit moet je natuurlijk wel blijven onderhouden. En als het in een park belandt, is dat natuurlijk altijd minder dan op de kermis. Familie Lowenthal weet dat beter als geen ander natuurlijk, want ze hebben jarenlang over de kermis gereisd met die Wildwasser 3 die piekfijn altijd uitzag. Maar hier in het park, je kunt dat niet. Je kunt niet en een park beheren en een attractie helemaal tip-top onderhouden. Ik zou niet zeggen dat die slecht onderhouden is, maar je zult wel zien dat er in de toekomst alsmaar decoratie van deze spookhuis verwijderd zal worden, alsmaar iets simpeler gemaakt worden, zoals in de meeste pretparken dat helaas zo is. Kermis staan met één attractie. Ja, dat bedoel ik. Dan kun je al je aandacht aan de één attractie geven. Ja. En hier er 50 staan. 60 attracties in het park. 60 attracties. Ja. Wat je vooral ziet is dat polyesterwerk, daar laat de verf gewoon van los. Ja. Dat ze dat ooit aan gaan pakken. Maar als je nou ziet hoe die hier nou ingebouwd staat, lijkt me wel dat die hier nog de komende jaren blijft staan. Maar voor de rest, ik vind het wel, qua oudspokers, dit is wel een goede, mooie. Qua lengte en zo. Ja. Het zit wel toekomst in, denk ik. Echt een van de, je kunt er heel veel in kwijt. Een van de betere spookhuizen wat Duitsland gekend heeft. En ze hebben ook een nieuwe spook. Die spin hebben die gezien en nieuwe spook beneden. Die spin heb ik vorig jaar ook al gezien. Ja, oké. Maar sinds die in het park staat, is dat er nieuw in. Dus okay. Ze hebben echt wel geïnvesteerd in dat ding. Ja. Maar wat je zegt, je hebt 60 andere attracties. Je moet het een beetje kunnen verdelen. Ja. Je moet het verdelen. Je moet het geld wat je hebt verdelen over de aantal. Ja, misschien willen ze wel meer, maar ik kan het ook niet. Nee. Dus, maar goed, in ieder geval wel fijn om te zien dat er hier nog een land is. Want we missen wel de kermis. Het is ook fijn om te zien dat ze er nou nog wat aan doen. Wat je zegt met Marcel, we hebben net even gekeken naar de achterkant. Daar hebben ze helemaal platen dichtgemaakt. Helemaal echt dak dat geworden. Dat het wel wat meer weersbestendig is. En ook het pad hier naartoe, de straat, een vijvertje ervoor gemaakt. Ja. Dus ze zijn er wel mee bezig. Ja, alleen jammer dat de keizerslang en het naam er nog steeds niet op staat. Die had ik er zelf alweer opgezet. Maar goed, kan niet alles hebben. De Skyrider is gebouwd in 2001 van de Mercari Pro. De baanlengte is 350 meter, hoogte is 20 meter en de maximale snelheid is 50 km per uur op deze baan. Ja, zoiets zouden wij ook in Nederland gehad hebben onder de naam Bedflyer van Duinrail. Maar daarmee is deze achtbaanbouwer failliet gegaan. Volgens mij zijn er maar een stuk of 9 van gebouwd. En nu operationeel misschien 5, 4. Plopsaland, hun oude vleermuis, die staat ergens nog open in het attractiepark. Deze draait natuurlijk dan. En volgens mij heb je nog ergens eentje zo staan, maar niet heel erg veel meer. Ze hebben het goed gemaakt, ze hebben maar geen hoeken gebruikt.
Ja, als ik krijg je een hakenkruis. Ja. Krijg je dat gezeur weer. Maar moet je toch eens opletten, in de kledingwinkels hier in Duitsland hebben ze dat wel, hè? Dan hebben ze dus wel gewoon de kleding in een hakenkruis hangen. Dat is het meest efficiënte om zulke dingen zo te bouwen. We kennen allemaal dat verhaal hier in Duitsland ook met de hakenkruisvlieger die afgebroken is, omdat er te veel leek op de hakenkruis. Ja, sommige dingen zijn ook gewoon praktisch, weet je. Maar ik moet toch even zo opgelost. Zo, we staan stil, we gaan naar boven met de lift. Dat was toen een tijd heel erg hip en nieuw. Tegenwoordig hebben we meerdere achtbanen dat. Pakt hij even airtime? Ja. Ik kan een airtime in de baan. En dan gaan we. Je kunt dus draaien, alleen je hebt totaal geen invloed op het draaien. Dus hij draait een beetje in de bochten, maar voor de rest, ja, is het helemaal geen spinning. Ja, dat is ook bijzonder. Er zijn hier totaal geen wieletjes. De medewerkers moeten ons helemaal vooruit gaan trekken. Kijk maar, dat moet allemaal handmatig gebeuren. Net als de ontgrendeling. Hij is uniek en hij is klassiek. Laten we het daar gewoon even op houden. Maar wel leuk om gedaan te hebben, want wat ik zeg, zoveel van dit soort banen heb je dus niet op de wereld. Nou, Tommy, was weer een leuk dagje vandaag, hè? Ja, en we hebben droog gehouden. Ja, dat is een stuk beter dan vorig jaar. Vorig jaar hadden we echt gewoon pech, maar vandaag was het gewoon perfect weer. Drie reeldruppeltjes. Ja, verder gewoon blijft het een heel leuk parkje met altijd unieke attracties. Volgend jaar gaan ze weer een achtbaan bouwen, wat ik begrepen heb. Dus ik ben benieuwd. Volgend jaar zullen we zeker hier bij Zijlers weer naar München gaan. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze video. We zien elkaar de volgende keer weer. Het zijn we bij Pretpark Rode Baan. Dat weet ik van waar. Tot dan weer. Hoi.